Defensie wil een grote militaire kazerne bouwen bij Zeewolde. Die locatie komt namelijk als beste uit de bus. Ben je op zoek naar een sociale huurwoning in Almere? Dan moet je nu 11 jaar ingeschreven staan om een huis te krijgen. De wachttijd loopt steeds verder op. En jongeren die zwaar vuurwerk afsteken, zorgen voor overlast op Urk. De gemeente is er klaar mee en is daarom een campagne gestart. Maar sommige inwoners twijfelen of dat nut heeft. Het is vandaag vrijdag 2 december. Dit is Flevoland. Goedenavond. De bouw van een militaire kazerne in Flevoland is een stuk dichterbij gekomen. Defensie wil een nieuwe kazerne bouwen op een centrale plek. En Zeewolde heeft van de 4 overgebleven locaties de voorkeur. De kazerne zou hier in de buurt van de Nijkerkerbrug moeten komen. In totaal gaat het om zo'n 500 hectare grond wat nodig is voor de defensielocatie. Defensie wil een nieuwe kazerne bouwen op een centrale positie in Nederland. Omdat de huidige kazernes zijn verouderd en te versnipperd liggen in het land. Het voordeel van zo'n centrale positie is dat de militairen minder hoeven te reizen en dat er meer draagvlak komt voor defensie in de regio. Ook is het voordeel dat de kazerne dan in de buurt ligt van een aantal grote steden waar makkelijk personeel geworven kan worden. Zeewolde voldoet aan die eis. Dit is een ontwikkeling voor de langere termijn. Dus de nieuwe kazerne die we gaan bouwen, die staat er over ongeveer 10 jaar. Maar het is echt belangrijk dat we ervoor zorgen dat we ook goed bij de arbeidsmarkt aansluiten. Dus een locatie weten te vinden waar mensen ook makkelijk kunnen komen, waar ze willen werken. En dat we dus ook gewoon de vacatures gevuld krijgen. Dat is een van de redenen waarom we op die plek uit gaan komen. Dus we zijn van oudsher, is Defensie in Brabant heel erg aanwezig, in Gelderland aanwezig, in Drenthe aanwezig, maar in Flevoland eigenlijk nog niet. En het gaat over veel werkgelegenheid. En er wonen veel mensen in Flevoland en in de omgeving. Maar we vinden het ook echt belangrijk vanuit die regionale verankering om ook stevig in die jonge provincie en mooie provincie Flevoland aanwezig te zijn. Ook belangrijk is het feit dat de Rijksoverheid al voor een groot deel eigenaar is van de grond waarop de kazerne hier in Zeewolde zou moeten komen. De ondernemers die op dit moment die grond huren, zouden dan moeten verhuizen. Daarom zijn medewerkers van Defensie vanmiddag al naar die ondernemers toe geweest om hun te informeren over de plannen. Binnen nu en een half jaar moet het kabinet een besluit nemen. De wachttijd voor een sociale huurwoning in Almere gaat nog verder oplopen. De wachttijd voor bijvoorbeeld jongeren is nu meer dan 10 jaar en daar komen 4 tot 6 maanden bij. De gemeente is verplicht om eerst urgente woningzoekenden te plaatsen. Eigenlijk is de boodschap, en dat vinden wij een heel vervelende boodschap, wij kunnen nu even niet anders dan de woningmarkt toch nog maar op een heel klein kiertje openzetten. Dat komt omdat de gemeente eerst urgente woningzoekenden moet plaatsen, zoals statushouders. En dat aantal is voor dit jaar nog niet gehaald. Er moeten er nog 70 voor dit jaar. En er is afgesproken met het Rijk in een voor ons dwingende afspraak dat we ook al een deel van de mensen die in 2023 geplaatst zouden moeten worden naar voren halen. En dat zijn er nog eens 80. Dus in totaal moeten we nog 150 mensen huisvesten. Gaat dat lukken voor 2023? Niet als we het blijven doen zoals we het nu doen. Vandaar dat we daar nu een verandering in voorstellen. De gemeente wil daarom op korte termijn 600 tijdelijke sociale huurwoningen bouwen. En ondanks dat blijft de wachttijd voor de reguliere woningzoekenden lang. Het heeft een consequentie die wij heel vervelend vinden. Namelijk dat de gewone Almeerse jongere die aan het wachten is op een huis, en die eigenlijk al heel lang moet wachten op een huis, hè, de wachttijd loopt op tot boven de 10 jaar, ruim boven de 10 jaar zelfs, die moet dus nu nog langer wachten. Commotie in de gemeenteraad van Zeewolde gisteravond. Verschillende raadsleden weigerden mee te doen aan een bijeenkomst omdat de wethouder erop stond dat die alleen in beslotenheid kon plaatsvinden. De raad werd geïnformeerd over de aankoop van 2 boerenerven. Dus besluiten we hierbij dat het een besloten onderdeel van de agenda wordt? Ik wil dan wel even bij deze zeggen dat ik daar niet mee akkoord ga met een besloten onderdeel en dat dat dus de consequentie zal hebben dat ik dan niet aanwezig ben bij dat overleg. Oké, ja. Geldt voor mij hetzelfde. Genoteerd.
De raadsleden zouden het gisteren hebben over deze twee boerenerven aan de Ossenkampweg in Zeewolde, die de gemeente voor 2,6 miljoen euro wil kopen. De wethouder wilde daar in het geheim over vergaderen, maar daar was een deel van de raadsleden het niet mee eens. Omdat dit al zo uitgebreid in de pers is geweest, ik begreep zelfs dat het zelfs al door het AD opgepakt is. Dus in hoeverre ga je dat dan geheim houden? Juist omdat het publiek dan zoiets heeft van, wat gebeurt hier? Dat was ons dilemma waarvan wij zeiden, ja, daar gaan we geen medewerking. Want wij willen daar open met elkaar over kunnen praten. Waarom kan dat niet in de openheid? Nou, één is bijvoorbeeld het koopcontract. Niemand laat zijn koopcontract openbaar ergens zien. En daar kunnen gewoon vragen over ontstaan. Het gaat over het belang van belanghebbende gemeenten en uiteindelijk ook de inwoners van Zeewolde. Vandaar in vertrouwelijkheid. Ook over wat er met de aankoop moet gebeuren is de nodige discussie. De boeren sluiten definitief de deuren en daardoor komt er stikstofruimte vrij. Die wil de gemeente inzetten om het bedrijventerrein aan het Trekkersveld en de woningen in de Polderwijk verder te kunnen ontwikkelen. Het zijn beide lopende projecten die echt afgemaakt moeten worden en we hebben deze stikstofruimte ook nu nodig daarvoor. Maar belangenorganisatie LTO Noord vindt juist dat die schaarse stikstofruimte terug moet gaan naar de boeren in Flevoland, die in de knel zitten door de stikstofcrisis. Die bedrijven staan feitelijk op slot, omdat ze op dit moment geen geldige vergunningen hebben. Ook het probleem van handhaving hangt hun boven het hoofd. Vandaar ook dat Remkes gezegd heeft, die mensen moeten zo snel mogelijk duidelijkheid hebben, zodat ze ook voort kunnen met hun bedrijf. Ja, en dat gebeurt hier niet. De raadsleden moeten zich nog over de geplande aankoop uitspreken. Maar wethouder Prins hoopt dat de commotie van gisteren een goed debat met hen niet in de weg zal staan. Kunt u dat vertrouwen terugwinnen? Volgens mij heeft dat niet te maken met de inhoud van het onderwerp, maar meer met de wijze waarop zij vinden dat het gesprek had moeten plaatsvinden. Dus die krijgt u nog wel terug aan tafel? Dat denk ik zeer zeker. Het onderzoek naar de misstanden in de Oostvaarderskliniek in Almere is nog niet begonnen, meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. In september kwamen er meerdere misstanden aan het licht. Het onderzoek moet meer duidelijk maken over een reeks meldingen over grensoverschrijdend gedrag, intimidatie, bedreiging, drugsgebruik en ongeoorloofde relaties in de kliniek. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid moet er eerst een aanbesteding worden gedaan om een geschikte instantie te vinden die het onderzoek kan uitvoeren. In januari wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang. Dank u wel. Inwoners van Urk en Lelystad zijn in de eerste 10 maanden van dit jaar veel vaker onder invloed van de weg gehaald dan in diezelfde periode in 2021. Dat blijkt uit recente politiecijfers. Het aantal betrapte Urkers steeg met 85%. En in Lelystad nam het aantal bestuurders onder invloed met ruim 60% toe. Het gaat in de cijfers om bestuurders die onder invloed waren van drugs, medicijnen of alcohol. De maximumsnelheid op bijna alle gemeentelijke wegen in het buitengebied van Noordoostpolder moet omlaag, van 80 naar 60 km per uur. Daarnaast moet de snelheid in verschillende straten in Emmeloord geleidelijk omlaag van 50 naar 30 km per uur. Dat staat in het concept van het mobiliteitsplan 2030 van de gemeente Noordoostpolder. Op bekende sluipwegen komen pilots met belemmeringen voor doorgaand verkeer. De plaatsnaam Emmeloord keert terug aan de gevel van de Golfslag. De letters werden onlangs verwijderd in opdracht van de nieuwe eigenaar. Die gaf aan de tekst wel te willen terugplaatsen, maar vroeg of de gemeente het beheer en onderhoud op zich wil nemen. Het college zegt dit nu toe. Op sociale media en billboards is de gemeente Urk een campagne gestart om het afsteken van zwaar vuurwerk tegen te gaan. Zo hoopt de gemeente bij jongeren meer besef te kweken dat vuurwerk gevaarlijk is en voor veel overlast zorgt. Hé hey maat, Urk verknallen we niet. Het is behoorlijk heftig hier met vuurwerk in het weekend vooral. Ja, want het is nog niet eens oud en nieuw, maar het is al begonnen. Het is hier elk weekend knallen. We wonen bij de Singel en daar mogen ze graag even knallen, 's avonds. En ik vind ook bij verzorgingshuizen, ik vind het echt niet kunnen. Het is wel heel goed dat ze dat doen in deze campagne. Maar zelf ook wel eens last gehad van vuurwerk dat werd afgestoken? Nou, eigenlijk niet, want ik woon zeg maar op een best wel een rustige buurt. Ik woon in het hele nieuwe deel, maar het is 's nachts gewoon gigantisch erg. Hé hey, maat, Urk verknallen we niet. Goeie boodschap? Prima, ja toch? Want heeft u last van het vuurwerk? Nee, gelukkig niet. Maar veel andere inwoners van Urk wel. Al jaren heeft het dorp te kampen met harde knallen, vooral de laatste maanden van het jaar. Oh.
De politie en gemeente gaan vaker controleren op illegaal vuurwerk en er is cameratoezicht. Gaat zo'n campagne helpen, denkt u? Nee, ik ben bang voor niet. Nee. Absoluut niet. Ze doen het toch en ze doen het stiekem. Ze doen het s'nachts. Ja, moet je ermee. Ik hoop het. Ik hoop het echt, ja. Dat is hun manier van vermaak, denk ik. En ga maar niet naar de ouders, want het is er nooit iene van hunnie. Iedereen ontkent altijd. Ja. Maar de jongeren treffen bij de ouderen toch ook een medestander. Ze mogen voor mij ook wel even knallen. Als het me niet te lang duurt. Mag toch alleen rond oud en nieuw? Nou, wat kan mij schelen als ze voor de tijd ook nog eens even knallen. Ze zijn toch jong? Hebben wij vroeger ook gedaan. Dan moet het kunnen, beetje ondeugend. Tuurlijk. Het is nog niet zeker of projectontwikkelaar Bun een appartementencomplex mag bouwen aan de Vrijmarken in Almere Haven. Of een meerderheid van de politieke partijen achter die plannen staat, bleef gisteravond onduidelijk. De projectontwikkelaar wil op de plek waar vroeger de supermarkt van Albert Heijn was gevestigd, een wooncomplex realiseren met 34 appartementen verdeeld over 5 bouwlagen. De omwonenden van de Vrijmarkt zijn niet tegen de komst van woningen, maar ze vinden de huidige plannen te hoog en te groot. Chris Jansen van de PVV vindt dat ontwikkelaar Bun onvoldoende goed heeft geluisterd naar de bewoners. Nou, wat er aan schort in onze optiek is dat er een burgeractiviteit is geweest, vorig jaar december. Dat daar een aantal terechte kanttekeningen zijn geplaatst door omwonenden die zich graag aangepast zouden zien in het plan. En eigenlijk heeft er sindsdien geen enkel contact plaatsgevonden tussen de ontwikkelaar Bun en tussen de omwonenden. Dus dan zeggen wij, ja, dan moet je dat gewoon niet doen. De gemeenteraad van Almere moet een besluit nemen over de bouwaanvraag, omdat het bestemmingsplan voor die locatie niet voorziet in de functie bewoning. De raad moet akkoord zijn met een aanpassing van dat bestemmingsplan. Volgens de VVD is er geen beletsel. Wat ik gezien heb in dit proces en wat ik ook gehoord heb van omwonenden, dat er geluisterd is, dat men ook persoonlijk langs is geweest en dat men zich ook gehoord voelde. En dat het een verrijking is voor de buurt, want dat vinden we belangrijk. Dus niet dat er, dat er alleen stenen staan, maar dat er ook geleefd wordt en dat het een buurt is, dat het een initiatief is dat bijdraagt aan de buurt. De PVV houdt de deur op een kiertje. De partij is geen fan van het huidige plan, maar er is een woningbouwopgave. Chris Jansen roept Bun op opnieuw in gesprek te gaan met de omwonenden. Als zij opnieuw met de bewoners om tafel gaan zitten en ze komen daar op een goede manier met elkaar uit, dan is het voor ons een mogelijkheid om toch in te stemmen. Ja. Er bleek te weinig tijd in de vergadering voor alle partijen om hun standpunt te geven. De raad praat erover verder tijdens de komende politieke markt. Aziz Doufikar was ooit de allereerste Marokkaanse profvoetballer in Nederland. En thuis in Lelystad zag hij gisteravond hoe de nationale voetbalploeg van Marokko geschiedenis schreef. Dat deden de mannen door voor het eerst sinds 1986 door te dringen tot de 8e finales van het WK voetbal. Na de verrassende zege op België had Marokko gisteravond aan een punt genoeg tegen Canada om door te dringen tot de laatste 16 van het WK. Ja, gewoon kippenvel. En Aziz Doufikar, ooit in de jaren 80 de eerste Marokkaanse profvoetballer in Nederland, was er vooraf nog niet helemaal gerust op. Het moet gebeuren. Ik hoop dat Marokko scherp zijn, snel mogen een goal maken. Dan kan ik rustig blijven. Ja. Zenuwachtig? Altijd. Je bent zelf een voetballer geweest, dus op het veld is het heel anders dan als je buiten het veld bent. Dan ben je zenuwachtig, 100%. En toen was het eindelijk zover voor de familie Doufikar. De bal ging rollen voor die cruciale wedstrijd. Marokko schoot uit de startblokken. Al binnen 5 minuten was het uitgerekend Hakim Ziyech, geboren en opgegroeid in Dronten, dankbaar profiteerde van de fout van de Canadese doelman Borjan. Niet veel later kan de familie Doufikar opnieuw juichen als En-Nesyri Borjan verrast in de korte hoek. En dan lijken de Marokkanen op rozen te zitten. Vlak voor rust doet Canada iets terug na deze slimmelige eigen goal, waardoor de ruststand 2-1 was voor Marokko. Dit mag je toch niet meer weggeven? 100% niet. Als je dat geeft, dan weet ik het niet meer. Nee, dat weet ik echt niet meer. Vandaag spelen we niet goed. Ja. Eerlijk zijn. Aan Canada is scherp. Ze zijn slim. Je krijgt een goal. Ah, die goal kun je, ja, kun je niks aan doen. Maar we moeten wel de derde goal maken. Dat is heel belangrijk. Uiteindelijk weten de Leeuwen van de Atlas, zoals Marokko ook wel genoemd wordt, de wedstrijd over de streep te trekken.
Het laatste fluitsignaal klinkt en dan is het feest in Huize Doufikar. Marokko gaat als groepswinnaar naar de laatste 16 landen van het WK. En dat lucht op. Ga je morgen winkelen in Zeewolde? Nou, dan kun je ons tegenkomen in winkelcentrum Ravelijn. Want daar zijn we met het Weekendcafé. Daar praten we over verschillende onderwerpen die spelen in het dorp. Bijvoorbeeld of er een multifunctioneel centrum moet komen. Je bent van harte welkom om mee te praten. Maar als je liever thuis blijft, kun je alles volgen op radio en tv. En vanaf 10 uur is dat. Dit was Flevoland voor vandaag. Ik wens je nog een fijne avond en alvast een goed weekend. Dag.